Hallo Minecrafters, welkom terug bij Minecraft. We moeten natuurlijk de bril weer niet vergeten. We zijn klaar om te gaan. Vorige keer hebben we dit prachtige huisje gemaakt. En het is nacht, dames en heren. En ik zie daar geen beesten. Zie ik daar beesten? Ik zie daar koeien. Yes! We gaan lekker op zoek naar die verse diamonds. En we gaan straks ook nog eventjes op zoek naar leuke... De villages. We gaan hier een hele mooie mijn beginnen. Dit is episch. Mensen vonden de vorige aflevering hartstikke leuk. Hahaha. Heb jij gelachen? Laat dan even een lach omhoog achter. Hahaha. Als je mijn video trouwens in Utrecht nog niet hebt gezien. Daar was een heel leuk dingetje. Kaboom. Kijk, hier van swag. Alleen echte swaggerige mensen. Die kunnen de echte diamonds gaan vinden. Dit is zo rustgevend, joh. Oh, wat lekker rustgevend, joh. Rustgevend, hè. Kak! Onze pickaxe is kapot. Zou je me nog herkennen zo? Maar kijk, ik ben ook niet Puk, hè. Ik ben Minecraft Master 363. Zo sta ik ook wel bekend. De enige echte. Dames en heren, welkom bij Minecraft Les 1. Nooit recht naar beneden hakken. Dus we maken een heel mooi trappertje. Cool! Let's go, boys. We hebben torches, materialen, mannen, iets. Yes, we kunnen eindelijk fatsoenlijke toortjes maken, jongens. Epic gamer moment. Hallo, mijn beste Minecrafters. Hoe Minecraft vinden jullie dit op schaal van 1 tot Minecraft? Ik vind het zeer Minecraft. Veel mensen zeiden trouwens ook dat ik die bumper een beetje te vaak gebruik van de Minecraft. Dus hier heb je hem nog een keer. Ben ik hier blij mee, zeg. Echt, ik kan niet beschrijven hoe blij ik hiermee ben. Dit is echt niet normaal. Ik doe heel eventjes de bril af. Hey, makkers. Zet er een microfoon even lekker dichtbij en dan gaan we lekker praten. Mijn hoofd voelt nu kaal zonder een bril. Nee, bril. Vandaag niet. Wij gaan natuurlijk voor het ideale. Gaan we voor niveau 12. Let's go. Kijk eens wat we hebben gelijk. Rode stenen. Lekker minen met de meiden. Genoeg gemined, Minecrafters. We gaan weer terug. Want we willen natuurlijk ook op epic avontuur gaan. Jullie vonden mijn huisje trouwens niet heel erg mooi. Nou weet je, stik erin. Ik ga het ooit wel in een livestream een keer verbeteren of zo. Ik zie daar enemies. Ze hebben me niet hoor. Ik heb wel zwaar. Kak, ik heb niet eens een zwaard. Het huis van Ed. We moeten nog steeds een keer op zoek gaan naar Ed. Ik weet niet wie Ed is, maar we moeten nog steeds naar hem op zoek gaan. Laat weten in de reacties wat Ed is, waar we Ed kunnen vinden. I don't know. Makkers, het wordt licht. Ze hebben me door. Kak, ze hebben me door. Ah! Kak. Boom. 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 Sterf. Dankjewel. Dit is epic, jongens. Oh, ga weg. Wegwezen jij. Wegwezen. Kaboom, kaboom. Kijk, dit zijn de epische avonturen met Puk. Ik wil plantjes hakken voor zaad. Want dan kunnen we die epische koeienfarm gaan maken. Waar we epische koeien kunnen gaan breeden. Alleen epische koeien zijn toegestaan. Kijk, ondanks dat we dit hele mooie farmpje hebben gemaakt. Denk ik toch maar dat ik het farmpje ga verplaatsen. Kaboom. Kijk jongens, dit is gewoon echt episch. Gaan we van 1 tot episch. Vind ik de best wel episch. Kaboom, kaboom, kaboom. We hebben wietjes. Kijk dit. Lekker smullen. Kijk eens wat een episch farmpje, jongens. En meisjes uiteraard. Die gaan we die malse koetjes gaan we even naar ons brengen, hè? Ik voel me kaal. Ik heb een bril nodig. Tijd voor een nieuwe epische bril, dames en heren. Hoe episch is deze? Laat even een episch omhoog achter. Kijk, deze is wel zeer episch. En ik zie ook nog best wel wat. Dat is leuk. Zeer leuk zelfs. Er zijn wat epische hekjes gemaakt, dames en heren. Kijk, deze. Deze zijn zeer episch. Dit is echt de beste farm die je gaat zien in je hele leven. Kak, ik kom tekort hier. We zijn er het wild, jongens en meisjes. De prooi hebben we hier staan. De prooi gaan we besluipen. Ze hebben me door. Ze vinden het leuk. We hebben al twee slachtoffers. Ik bedoel, maatjes. Hoe zal ik deze maatjes noemen? Ik noem deze hier ook, noem ik Mark. Hi, Mark. Kom maar binnen, jongens. Of meisjes. Waarom kunnen koeien het met elkaar doen terwijl het meisjes zijn? Let's go, boys! We hebben koeien hier. Let's go. Hey, kijk eens. Dit is episch. En dan gaan we die andere vermoorden. Ja, 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 ja. Ik heb eten nodig, jongen. Hey, schapies. Wat leuk. Wat leuk. Hi, koe. Go! Blijf staan. Dank je. Dank je wel. Dank je wel voor het investeren in het bedrijf PUQ. We moeten wat mooie bloemetjes meenemen, want dat zullen Mark en... andere koe zouden dat heel erg leuk vinden. Mark! Het hoedje gaat heel eventjes af. Ah, kut! Ik drop een koe! Hey, Mark, hier, eet! Cannibalisme 100! Kijk,
Kijk, Mark, ik heb leuke bloemetjes voor jullie. Mark en andere koe. Ik weet niet meer welke Mark is. Jij bent Mark, toch? Ja, jij bent Mark. Ondanks dat je een vrouw hebt. Je bent Mark. Tijd om naar onze volgende prooi te gaan. Jeet. What the fuck is dat? Holy shit. Daar zit gewoon zo'n toren van die slechte... Van die slechte pillagers. Dat was het woord wat ik zocht. Hé, als je het erg vindt. Jee. Dankjewel. Hé, jij makker. Jee. Dankjewel. Kijk eens wat een leuke fleurige plaats. We hebben overal bloemetjes. Ik word er helemaal blij van. Kijk, Mark en andere koe. Ik heb mooie bloemetjes meegenomen voor jullie. Nog meer. Boom. Let's go. We hebben chesten. En we hebben een... Boom. Wow, wacht. Nee, we kunnen een kleurtje geven. Jongens, welke bloem gaan we opofferen? En we hebben een mooi oranje bedje. Hebben we hier te veel moeite voor gedaan? Jazeker. Ben ik er alsnog blij mee? Jazeker. Oké, we gaan een deurtje maken. We hebben een deur gemaakt. En wat moeten we met het andere deur? Zetten we hier neer, joh. Lekker. Naast je bedje. Altijd fijn. De zon gaat onder. En we gaan lekker in ons bedje liggen. Your bed is too far away. Kijk, we gaan lekker slapen. Dames en heren, vonden jullie deze video nou leuk? Ja, abonneer dan eventjes. Doei! We'll be right back.